Stel, je moeder zit in de gevangenis, maar ze is onschuldig. En die gevangenis staat op een streng bewaakt eilandje in de Waddenzee. En je vader, daar heb je ook niets aan, want die zit de hele dag te gamen. Wat doe je dan? Dan bedenk je een onwaarschijnlijk bevrijdingsplan. Tenminste, dat doet Ro. Samen met zijn vrienden Archie en Leila begint hij in een afgelegen schuur aan een fantastische uitvinding te werken. Want soms moet je iets doen wat niemand ooit gedurfd heeft, hoe gevaarlijk en onmogelijk het ook is. Wanneer hoorde je dat je het kinderboekenweekgeschenk mocht schrijven? Dat was net na de vorige kinderboekenweek. En weet je nog waar je was? Ja, ik werd met een smoes naar de uitgeverij gelokt. Voor iets over financiën of zo. En daar zat ik te wachten en ineens kwamen er twee heren binnen. En die spreidden een kleedje uit en toen gingen ze op dat kleedje staan. En toen vroegen ze, wil jij alsjeblieft het kinderboekenweekgeschenk schrijven? En toen zei je meteen ja. Ja, ik zei, ik wil dat heel graag. En ik begon te stotteren en ik werd heel zenuwachtig. En ik dacht, jemig, wat een vraag. Wat een eer waarschijnlijk, ja, wel, ook, of niet? Ja. Ja. Is het de hoogst haalbare eer voor een kinderboekenschrijver? Nou, het is wel een van de dingen die je heel, heel, heel graag wil. Ja? Ja. Ja. En waarom het is het? Nou, het is dé kans om door zo ontzettend veel kinderen gelezen te worden. Wat is eigenlijk het thema dit jaar van de Kinderboekenweek? Raar maar waar. En het gaat over natuur, wetenschap en techniek. En natuurlijk ook over uitvindingen. En eigenlijk over het vieren van de nieuwsgierigheid. En dat vind ik heel erg leuk. En ik moest meteen denken aan dat ik vroeger als kind zelf heel graag uitvinder wilde worden. En ik was veel aan het knutselen en aan het tekenen. En al gauw dacht ik, volgens mij moet de hoofdpersoon een soort kleine uitvinder zijn. En daaruit vloeide het langzaam voort, dat idee. Heeft schrijven ook veel met uitvinden te maken? Ja, eigenlijk wel. Kijk, als je een verhaal gaat maken, ben je eigenlijk ook een uitvinding aan het doen. Want je hebt een bepaald probleem en dat moet opgelost worden, waar elke uitvinding ook voor is. En wat maakt het dan zo leuk om voor kinderen te schrijven? Ja, wat maakt het zo leuk? Ik voel me heel, heel vrij om mijn verbeelding heel erg en mijn fantasie in te zetten. Ik vind het heel mooi om te schrijven over de kracht van kinderen en wat ze allemaal kunnen en wat ze durven en wat ze nog niet durven. En ja, ik vind dat heel interessant. Zeker de leeftijd waar ik veel voor schrijf, zeg maar van 9 tot 13 of zo, een beetje dat gebied. Er gebeurt zoveel daar. Ja. Weet je wel, de fantasie is nog vlakbij, maar de deur naar de volwassenheid is ook open. Verliefdheid begint ineens een soort vorm te krijgen. Je begint je al een beetje af te zetten tegen je ouders. Ik vind dat een heel spannend bruggebied. Je hebt voor zowel Spinder als voor je boek Dissus een gouden griffel gewonnen. Waarom denk je dat jouw boeken zo populair zijn? Ja, eigenlijk gaat het over twee verschillende dingen die je nu zegt. Want een gouden griffel is wil betekenen dat de griffeljury je boek heel erg waardeert en het mooiste boek van het jaar vindt. En idealiter zou je zeggen, ja, dat is dus ook wat de kinderen het allermooist vinden, maar dat is niet altijd zo. Nee. Het is wel iets wat ik heel graag zou willen. Wat ik heel graag zou willen, dat de boeken die de volwassenen heel erg waarderen, dat de kinderen daar eigenlijk net zo enthousiast over zijn. Je kan een boek schrijven wat volwassenen fantastisch en literair heel mooi in elkaar vinden zitten. En wat kinderen ook hun lievelingsboek kunnen noemen. Dus lijkt me heerlijk. Vooral als het dan alle puzzelstukjes in elkaar vallen. Dan moet dat een heel voldaan gevoel geven, denk ik. Als dat lukt na een lang ploeteren, ja, dan is dat heel fijn. Is het werken? Hm? Is het werken? Nee, dat is allemaal heel makkelijk. Nee, oh, nee, tuurlijk, het is echt keihard. Nee, het is altijd heel erg puzzelen en steunen en, ja. En zoeken en weggooien en weer opnieuw proberen en weer weggooien. Soms vind ik het een rotvak. De stalen deur schuift open en één voor één druppelen de gevangenen binnen. Allemaal meisjes en vrouwen in gele overals. Ze stromen naar de tafeltjes toe, naar de vrienden, vaders of kinderen waar ze bij horen. Maar mama zie ik nergens. Ik sta op om te zien of ze er al aankomt. Een bewaakster met een witte pukkel op haar kin gebaart dat ik moet blijven zitten.
Lijkt wel een zeepok, die Pukkel.